Mijn naam is Connie Braam, ik ben schrijfster en ik laatste boek De Handelsreiziger van de Nederlandse cocaïnefabriek. Bij toeval is dit onderwerp me in de schoot gevallen, want ik was helemaal niet op zoek naar een cocaïnefabriek. Ik wist ook helemaal van het bestaan niet af, zoals ontzettend veel mensen. Maar terwijl ik aan het lezen was, stoot ik bij toeval op die cocaïnefabriek. Ergens in een proefschrift werd dat genoemd. Tussen 1900 en 1910 was dat al de grootste cocaïneproducent ter wereld. En daar stond ik toch wel even van te kijken. Plus dat die fabriek in Amsterdam was gevestigd. Een zijarm van de Amstel. Tegen die tijd had ik ook al een foto van de fabriek zoals die opgeleverd was. In kaal terrein en ook nog, laat ik zeggen, het kleinste model voor zijn vergrotingen, voor zijn uitbreidingen. Zijn eerste gebouw, en dit is de portierswoning. En die portierswoning, die staat er nog. En dat is nog goed zichtbaar vanaf de overkant van de trekvaart. Kun je dat met de foto in de hand, kun je dat huisje dus nog herkennen. Op de eerste plaats wilde ik weten, hoe keek men in die tijd tegen cocaïne aan? Er waren bijvoorbeeld al een paar grote conferenties geweest, internationale conferenties, waar gewezen werd op de gevaren van opium natuurlijk, maar ook zeker van cocaïne. En de laatste opiumconferentie, althans met die naam, was in juni 1914. En 1 augustus 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Ik ben ervan overtuigd dat zowel de Nederlandse regering als de directie van de fabriek wisten. Het effect van cocaïne kenden. Erger nog, ik ben ervan overtuigd dat het om die reden verkocht werd. De cocaïnefabriek begint in 1900 precies, dat is heel mooi namelijk. En in het begin gaat het om een paar honderd kilo. Uiteindelijk gaat dat, dus als we 1900, 1905 is ongeveer 500 kilo, gaat dat naar een maximale productie rond de jaren 20 van om en nabij de 2000 kilo cocaïne in Amsterdam. Waarom is Nederland nou net de aangewezen plek om zo'n fabriek te beginnen? Dat kwam natuurlijk vanwege de waanzinnige achterland. Nou, niet in Nederland, maar in Nederlands-Indië, onze kolonie. En daar had je prachtige arealen grond waar je allerlei planten kon telen. En we waren supergoed in het veredelen van planten. Dus planten beter maken dan ze zijn, meer laten produceren. En dat konden we ook met die Peruaanse coca-bladeren. Die hadden we uit Peru gehaald. En al heel snel konden we dus tegen een concurrerende prijs de Peruanen eruit concurreren. Ik las dat Connie dat boek ging schrijven, in een VARA-gids. En toen las ik verder bij haar dat het zo'n enorme impact had gehad. En ik ben er erg van geschrokken. Ja, ik denk, jezus, met die troep heb ik al 3 jaar gewerkt. He? Dat denk je dan. He? Dat wist ik helemaal niet. Nee. Want als je in een loopgraaf, in een oorlogssituatie, een mens dat zegt en die krijgt die granaten voor zijn kop, dan loopt hij terug. He, dat is een dier die vlucht, maar een soldaat die gedrogeerd is, onder drugs zit, die doet het omgekeerde. Dus er zijn daar miljoenen omgekomen. Ja. Dat is mede schuldig door die drug. Ja. Al die verschillende oorlogvoerende partijen hadden hun eigen medische diensten en die eigen medische diensten hadden eigen medische handboeken. In al die handboekjes stond cocaïne of cocaïne, dubbele punt en dan in allerlei variaties stimulerend middel te gebruiken bij, weet ik veel, inzinkingen, ook overigens bij dreiging van desertie. En dus het werd heel duidelijk als een stimulant aangeprezen. Dit is een schaamtevol gebeuren. Daarom weten, zeg maar, deze generatie, nu opgroeiende generaties, zo weinig van die Eerste Wereldoorlog af. Omdat het gewoon een hele zwarte bladzijde is. En die cocaïne hoort daarbij. Dit is een prachtige foto van alle aandeelhouders. En dan hebben we het over 1931. En die kijken allemaal heel blij. En dat kan ik me iets bij voorstellen, want er werd behoorlijk aan verdiend.
Als we het hebben over zeg maar, die cocaïnefabriek in Nederland en waar ging die cocaïne dan naartoe, zeg maar? Die ging met name natuurlijk naar de Duitse farmaceutische industrie, maar ook de Engelse en de Franse farmaceutische industrie. Maar wat er altijd gebeurde in die periode, dat er cocaïne weglekte. He, drugs, dat is tot op de dag van vandaag nog zo. Dat is heel lastig om dat helemaal te controleren. Men probeerde het wel, maar via de achterdeur. Men wist niet altijd wat voorin kwam of dat achter precies naar de locaties ging waar men dacht dat ze naartoe zouden gaan. Weidema die had de gewoonte om af en toe wat flesjes in wat grotere hoeveelheden af te wegen. En dan moest je naar de zogenaamde bunker, pakte die flesjes. En dan werden die naar het magazijn gebracht, die flesjes. Die flesjes werden naar de afdeling expeditie gebracht. En dat was een sergeant-majoor van de mariniers die de expeditie had en ook tevens het magazijn. Een hele stoere kerel. En die bracht één keer in de zoveel tijd de pakketjes keurig ingepakt van de flesjes. Kilo's verdovende middelen, zeg maar, naar het postkantoor. En dan werd het per post verstuurd. Kun je dat haast nou niet meer voorstellen. En op een bakfietsje. En dan zat sergeant-major, die zat en die ging naar het postkantoor in Duivendrecht. En dan werd het zaakje verstuurd. Ja. En hier zo is het kennelijk een beetje uit de hand gelopen tegen nieuwjaar of kerstmis. Eentje had een hoed op, Lipla, die heeft een wattersnog. En een schortje voor en ik heb een trechter op mijn kop gezet en we staan allemaal een beetje raar te zwaaien, maar dat, waarom we dat deden weet ik niet, maar we vonden dat leuk zeker. En een snuifje nemen, en daar kwam ik niet op. Nee. Ik heb nog nooit iemand met rode neusgaten gezien hoor, of die liep te waggelen van ellende en niet at. Dat zijn symptomen die onmiddellijk dan zichtbaar zijn, maar dat heb ik nooit gezien. Nee.